YouTuber laat 1000 mensen weer zien. Wazig zicht, nachtblindheid of compleet verlies van je zicht aan één oog. Blindheid kan een leven breken. Terwijl daar in veel gevallen met een korte operatie veel aan te doen is. En dus ging filantroop Jimmy Donaldson, ook wel bekend als Mr. Beast, op YouTube op missie, 1000 blinde mensen van hun blindheid genezen. De helft van alle blindheid in de wereld is op te lossen met een operatie van 10 minuten. Zegt een oogarts tegen de YouTube-ster. Maar het grote probleem is, de meeste mensen hebben het geld niet voor zo'n operatie. Jimmy Donaldson, de Amerikaanse filantroop die onder zijn alias Mr. Beast op YouTube, 130 miljoen abonnees, heel vaak geld weggeeft in zijn video's, vond het daarom tijd om in actie te komen. Het leidt nu al tot een van de meest besproken YouTube-video's van dit jaar. Die eer behaalde de markante YouTuber al wel vaker. Bijvoorbeeld met zijn $600.000 kostende vuurwerkvideo uit 2020. 200 miljoen mensen op de wereld zien de wereld niet zoals wij die zien, begint Mr. Beast zijn video. Die in 2 dagen tijd al bijna 60 miljoen keer bekeken is. Maar ik heb er al 1 iemand van afgeholpen. En zij is slechts 1 van de 1000 mensen over de hele wereld die we geholpen hebben. Nadat we de eerste patiënt zien, volgt nummer 2, en nummer 3, en nummer 4. Het verband gaat van de ogen en dan volgt steeds een kreet. Wauw, ik zie iedereen weer, zegt de een. De ander is vol verbazing, ik kan jouw gezicht zien. En jouw gezicht. En ook jouw gezicht, en dat zijn nog maar de eerste reacties. We zijn pas net begonnen, zegt Mr. Beast. En de teller begint op te lopen. Van patiënt nummer 10 naar nummer 20. Hé, waar is mijn horloge? Die heb ik nog nooit gezien, zegt een patiënt. Ik had nachtblindheid. Ik kon niks zien. En jij hebt het gewoon opgelost, zegt een andere, dankbare patiënt tegen de YouTuber. En de teller loopt verder op. Dan komt patiënt nummer 100 in beeld. Deze blinde Charlie loopt het ziekenhuis in. Waar Mr. Beast hem vraagt om letters op een scherm te lezen. Dat kan hij natuurlijk niet, vanwege zijn blindheid. Maar wat hij niet weet is dat daar staat dat hij $10.000 heeft gewonnen. Ik kan niet wachten om zijn reactie te zien, zegt Mr. Beast. Charlie, die nog van niks weet, zegt dat hij zijn visie terug wil. Dan kan ik eindelijk weer aan het werk. Na de operatie gaat het verband van zijn ogen. Oh, wauw, roept hij. En dan krijgt hij nogmaals het scherm te zien. Nu kan hij de letters wel lezen. Je hebt net $10.000 gewonnen, leest hij voor, en Mr. Beast komt met een koffer vol geld naar hem toe gelopen. Zijn dochter en vrouw kunnen het net als Charlie niet geloven en ze vallen elkaar in de armen. Er volgen nog meer hartverscheurende verhalen. Een blinde patiënt die zegt zichzelf niet te zijn geweest de afgelopen 62 jaar vanwege zijn blindheid. Een ander die zijn zoon voor het eerst kan zien. En ook het verhaal van Jeremia zorgt voor de nodige emoties. De jongen is zijn hele leven al blind aan zijn rechteroog. Zijn operatie is moeilijk en heeft een slagingspercentage van 50%. Gelukkig voor hem valt het dubbeltje de goede kant op. Alles ziet er nu zoveel helderder uit, zegt hij, nadat het verband eindelijk van zijn oog mag. Hij barst in tranen uit. En dat is nog niet alles. Mr. Beast geeft hem een cheque van $50.000, omdat je bijna gaat studeren. Het zorgt voor ongeloof, bij hem en bij zijn ouders. Daarna gaat Mr. Beast de wereld rond om daar blinde mensen te helpen. Het zorgt voor lyrische commentaren onder de video. Geef deze man een woord, zijn kijkers het unaniem eens. Dit was echt geweldig. Je maakt van de wereld een betere plek.